Die komen allemaal hierheen. Die komen allemaal naar hier. Op afstand blijven. Niet dichterbij, dat is ver genoeg. Ik voel mij bedreigd. Zoveel mensen tegelijk. Je man moet indruk maken of wat? Moet je geld hebben? Het is daarvoor dat je naar hier komt, hè? Dreigen zoveel als je wilt. Wij zeggen toch niks. Oké, wij willen dus geen geld. Jullie willen geen geld? Wij willen niet geen geld. Ik zie het aan alle gezichten. Oh, zo'n smekend gezichtje. Geef mij geld. Geef mij geld alsjeblieft. Maar nee, wij komen hier echt niet bedelen voor geld. Zou ik ook niet doen. Als ik van u was. En ik ben niet van u. Anders ik ook niet. Zie je wel. En wat bedoelen jullie nu eigenlijk? Zijn jullie die witte wieven? Ben ik wit? Ben ik een wijf? Zijn we wijven? Ik dacht, jullie praten in raadsels. Die wieven die praten toch ook in raadsels? Maske, je bent duidelijk verkeerd. Voor wijven moet je niet bij ons zijn. Schuif maar door. Je hebt hier niks te zoeken. Dan moeten we een stok vinden. Een stok? Voor wat heb je een stok nodig? Ja, om die wieven op te roepen. Ah, nee, niet hier. Geen wijven op ons dak. Je hebt geen wieven nodig. Maar jawel. Die moeten onze weg wijzen. Moeten. En die gaan braaf doen wat jullie van hen vragen. Maske, jij kent duidelijk niks van wijven. Met die wieven niks dan last. Weten jullie dan waar ik koning Oberon kan vinden? Maske, wij weten alleen waar het elfengeld verstopt ligt. Want wij verstoppen dat zelf. Voor de rest weten wij niks. Helemaal niks. Oké. En dat is het enige waar jullie mee bezighouden. Dat is toch plezant? Hele dag geld vastpakken. Tellen. Verstoppen. Wat doe anders een hele dag? Boekhouding. Dat is precies hetzelfde. Het is een hobby gelijk een ander. En wij moeten ons daar niet voor verantwoorden. En omdat het voor u is, een hint. Regenboog. Geld. Regenboog. En die wil iets aan de wieven gaan vragen. Er stond papi naar haar mond. En ze moet alleen nog slikken. En zelfs dat lukt niet. Meske. En die gaan nu nog niet door wat wij zijn. Wij zijn leprechauns. Leprechauns? Leprechauns, wij. Pot met goud. Aan het einde van de regenboog. En moet jij wat geld hebben? Nee, ik heb het al gezegd. Ik heb echt geen geld nodig. Ze hebben zeker. Oma, kijk eens hier. Oh, wauw, zoveel zilveren muntjes. Wat kun je hier wel niet mee kopen? Bijvoorbeeld informatie. Oké, wat bedoelen jullie nu weer? Die witte wieven. Dat zegt mij wel iets. Moest jij die niet hebben? Ja. Waarom mochten ze niet oproepen van jullie? Ah, nee, niet hier. Doet dat ergens anders? Maar als je ze oproept... Kunt je maar beter wat elfengeld mee hebben. Goed. Moeten we nog betalen voor die raadsels ook? Die raadsels zijn gratis. Maar de antwoorden, die kunt je kopen. Niemand is ongevoelig voor wat geld. Maar dat is geen echt geld, dat is elfengeld. Het is wel echt zilver. En dan interesseert jullie niks. Die witte wieven zijn ook maar elfen. Zwaai wat met die munten voor die neus. En jij dat antwoord voordat ze hun raadsel kunnen uitspreken. En? Wat denkt je? Of gokte soms dat je zelf die raadsels kunt oplossen. Zoals je wilt. Oké. Ik zal het zeker voor het onzeker nemen. Ze zeker? Dat zeker, dat. Je zult er geen spijt van hebben. Steek ze maar goed, hè. Want voordat je het weet, zijn ze kwijt. Oh, maar ik ben boekhouder. Ik weet hoe ik op geld moet pakken. Hier kan niemand aan. Niemand? Ook jij niet. Ja, natuurlijk wel. Zijn ze zeker? Ja, natuurlijk ben ik zeker. Dit is mijn eigen zak. Die heb ik altijd bij mij. Ik kan toch altijd zelf wel aan mijn eigen. Geld? Die appelen zijn weg. Die zijn niet weg. Die zijn terug naar de eigenaar. Dat alle zilveren elfenmunten. Mensen, je kunt ze alles wijs maken. Allee, dat was maar een mop. Ja, het zijn gouden munten dat je nodig hebt. En omdat jij het zijt... Denken jullie echt dat ik zo simpel ben? Ja. Ik trap daar geen twee keer in. Ik niet. Allee, dankjewel voor de munten. En u... Oh, gaan ze nu weer verdwijnen? Nee, dat zou maar saai zijn. Twee keer dezelfde mop. Nee, die munten zitten nog altijd in uw zak. Ja, zal wel. Wat doet dat onkruid hier in mijn zak? Dat zijn jouw elfenmunten. Die veranderen in onkruid als ze nieuwe elfen zijn. Je had je gezicht moeten zien. Kostelijk. Mijn zilveren munten zijn bijna op. Dan moeten we een nieuwe voorraad gaan halen. Bij Oberon. Ah ja, bij Oberon. Ja, want daar ligt onze voorraad munten. Bij Oberon. Ja. Oberon? Koning Oberon. Zwijgen over koning Oberon. Jullie weten wel waar koning Oberon is. Die mag niet weten dat wij weten waar Oberon is. Ja, die moeten aan de wieven gaan vragen. Hoe gaan we hier nu wegraken? Ja, hoe doen we dat? Daag! Die gaan nu naar koning Oberon. Dat hebben jullie toch ook gehoord?
We hebben die wieven helemaal niet meer nodig. We volgen gewoon die leprechauns. Kom, maar zorg dat ze niet doorhebben dat wij hen volgen. Jawel.